Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Ik zeg maar goedemiddag, want het is 11:51. En ik wens jullie van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag donderdag de 20ste september. Ik zit, groot op de boter. Over 5 dagen had ik 10 jaar getrouwd kunnen zijn met mijn mannetje. In plaats van dat is die 1 jaar en 7 maanden bij me weg. Ik heb dus een fout gemaakt bij een speciale vlog die hopelijk 's nachts online komt van de 24ste tot de 25ste. Had ik gezegd en eronder gezet ook, geloof ik. Ik kan straks geloof ik wel kijken. Ja. Dat die 1 jaar en 8 maanden weg was, maar het is 7 maanden. Ik wil zeggen, of het is maar een getal, ja, heel veel voor mij. Dus straks komt Rebecca weer. Mijn huishoudelijke zorg is dat. Ik ben bezig met koffie en ik ga een broodje klaarmaken. Ik ga even eten. En daarna kijk ik eventjes of ik dat nog kan veranderen, ja. Zal ik doen dat, de Beestenboel is tot zover binnen. Ja, ze zijn allemaal binnen. Wow. Nou, daar op de grond zit er een. Die komt gewoon aangelopen. Ja, tuurlijk. Hondje op de bank. Hé, daar is het meisje. En hier is die gekke kerel. Hé, ja. En daar op de vensterbank zit mijn andere meisje. En mijn water gaat heel langzaam maar aan het koken. Ja, die heeft gekookt. Dan moet je ogen overal hebben hier. Kijk, daar zit ze. Hé, hey. Ja nou. Daar zit je, wijfie. Oh, daar zit je. En die is zo vol, zo vol. Nou. Ja, vrouwtje wil er even door. Mag dat? Vrouwtje wil er even door, kerel. Maar ja, oké, de poesenbeesten. Ik zal even water opschenken en ik wens jullie allen een hele fijne middag. Geniet ervan, ik ga vandaag wat halen, kost weer geld. Dat laat ik jullie straks ook zien als ik er weer mee terugkom. En wanneer straks is, ja, vanmiddag in ieder geval. Ik zou zeggen, tot dan. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, ik ben weer terug van weg geweest. Vanochtend moest ik dus nog Kattegrit erbij halen. Rebecca die zit ook al lang al geweest, want het is gezien hoe laat leven we. 15:40 ik heb die tas gehaald voor mijn camera's. Hele mooie tas. Ik heb boodschappen gedaan. Ben even thuis. Ja, en ik heb al een plaatje gemaakt. Ja, die is al klaar. Dus komt allemaal goed. Ik zal jullie die tas even laten zien. Ja. Ik ben er blij mee, jazeker, de hypotheker, en daar maak ik geen reclame, nee, want ik word er lekker niet voor betaald, nee, echt niet, zien jullie me nou, het is donkertjes hè, ik kan er niks aan doen, nee. Tasje eraf, kijk, zo ziet hij eruit, gewoon een klein tasje. Maar, hey, hallo, kom je doen? Oh, jij ook nieuwsgierig zijn? Oh ja, prinsesje is nieuwsgierig. Nou, dan ga ik hem open. Hier, een vakje. Daar kun je ook dingetjes in doen. Nou, doen we die dicht. En hier opzij een vakje. Hier van achteren weer een vak. Dicht. En dan gaan we hier weer naartoe. Hier weer zo'n vakje.
En hier heb je aan weerskanten. En ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, aan weerskanten. Daar kan dan een schouder in overheen. Nou, dan gaan we hem open doen. Moet ik wel even willen. Hoe dat allemaal zit. Kanonnen. Oh, ja. Kijk, nou is die open, maar je kan er nog niet in kijken. Nee. Want dan is er hier weer een rit. Trek hem open. Zo. En dan krijg je hier ook vakjes. Daar kun je de kaartjes in doen waar de foto's dus op komen te staan en filmpjes die in de camera zitten. Dus dat is altijd makkelijk. Die hangt nog vast, dat is de schouderring. Moment, even een schaapak. Gaan we even doorknippen. Zo, even hijsen. Even kijken hoor. Even zien hoe en wat. Even dichterbij, kan ik even zien wat ik doe. Ik ga er weer even in. Ja, dat zit daar. Kom op. Even niet zo eigenwijs wezen. Ik wil geen troep in die tas hebben. Zo. Dat kan weg. Kijk. Dat weggooien zo meteen. Nou, dan heeft dit die schouderring dus. Nou, die kan daar mooi aan hangen. En ja, dat moet er gewoon in blijven. Dat is logisch. En dan heb ik vakjes erin. Of dat de Shinja is, ja, die kun je ook dichtmaken, zo. Die ook de andere kant op, of die kant op. Dat zijn vakjes. Dus ja, dat kan heel wat in. Ik ben er blij mee, ja. Kan heel wat in. En dan kan er ook nog wat bovenop leggen natuurlijk. Logisch. Dat, ja, ik ben, en dan, ja. Dit vak hij ook nog, hè. En hier hou ook nog een vakje in. Hier hou een vakje, daar een vakje, hier een vakje. Maar waarom dit zo dik is? Oh, er zit klittenband aan. Ah, even zien wat ik allemaal vind. Jeetje, ah. Oh. Hé. Hey. Hè? Oh, ja, het zal. Regenbescherming. Denk ik. Ik ga even kijken. Gaan we die hier dicht doen? Moet ik wel even willen. Moet niet eigenwijs zijn. Hup, daar naartoe. Dan gaat die daar natuurlijk weer om. Dan moet ik even zien. Die gaat zo. Even op een kopje heen. Eventjes meewerken jij. Ja, ja, komt u maar. Zo. En dan moet hij er overheen. Het is allemaal heel rustiek. Maar dat maakt niet uit. Het zit nog niet wat het wezen moet, maar zo komt het wel een beetje te zitten. Waar is dat voor? Oh, ik zie het al. Kijk, voilà, dan moet die daar erdoor. Dieke. Het is even behelpen, dit is allemaal nieuw. Maar die gesp komt daar natuurlijk door. En die komt daar door. Moet ik wel willen. Die ene wil niet mee, ja, zo. En dan kom dan. Nou ja. Oké, eigenwijs zijn. Zo.
Hij zit in ieder geval dicht. Op een manier, nou ja, het zit nog niet zo behoort hoor, jongens. Nee, maar in ieder geval zo ongeveer. Plus of minus moet het eruit zien. En dan kun je hier die schouderriem aan vastmaken. Ja, nou, het komt dan allemaal wel goed. Het is, moet allemaal even wennen. Zo. En dat is logisch dat het wennen moet. Toch? Maar ja, in ieder geval. Zo ziet hij er in de regen er dus uit. Maar ja, de tas zelf is ook waterproof, wordt er gezegd. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Ik behandel hem gewoon ook dan met even een spuitbus. Want ik vind dit niet lekker werken. Je hebt er, ik weet niet hoe lang werk aan. En ik heb ook artrose, dus daar moet ik ook wel aan denken. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. Nou, dan moet ik hem er weer afhalen. Afhalen gaat meestal makkelijker dan eromheen. Zo. Nou, hij is er al af. Gaat hij daarop. Nou. Dan vouwen we hem weer eventjes keurig netjes op. En dan is het zo. Zo. En dan doen we hem net zoals met een boodschappentasje die je voor een euro kunt kopen. Zo. Nou, toppie, toch? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Nou, we gaan nu. En dan gaan we die eventjes loshalen. Zo, nou kijk. In mijn geval zal ik hem zo moeten dragen. Omdat ik met een stok loop. Maar dan mag hij ook wel langer. Liever te lang dan te kort. Wat is een leuk tekentje. Daar langs zo. En dan is het. Ja, ik heb artrose, jongens. Hallo. Gaat niet worden zo. Moet eerst zien. Even kijken, die gaat zo. Dan gaat die aan. Die kant vanzelf. Ja, hebben ze. Dan gaat deze aan de andere kant. Oh jee, het is wat. Ja, ik heb de artrose recht zitten in mijn rechterduim, maar ik ben ook rechts. Dus ja. Ja, hebben ze het. Kijk. Nou. Toch, toppie. Mag ik stok? Even kijken. Nou. Dat heeft hem zo voor me. Nou, dan kan ik toch alles eruit halen wat erin zit. Wat ik nodig heb. Ja. Is de rits los zien te krijgen. Het zijn twee ritsen, zie ik. Ja, dan kun je er zo bij. Toppie, geweldig. Nou, die kan ook dicht. Nou, dan gaan we hem straks inladen. Ja. De dingen erin doen wat er al in kan. Simpel zak. Hoppata. Maar ja, ik ga eerst even mijn boodschappen opruimen, want ook boodschappen heb ik dus gehaald. En ja, tas vol, ook de chippy en de tasje voor de kat. Ik heb witlof gehaald, lekkere witlof. Dus ja, en voor de kat een heleboel spullen weer ingeslagen. En voor mijn hondje natuurlijk, maar de katten die waren bijna op, hondje niet. Dus ik heb een beetje voor het hondje en voor de katten meer. En ja, dan gaan we gewoon opruimen en een bakje koffie doen.
koekje erbij. Oh nee, ik heb een bounty. Hier, ik heb een bounty. Dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het waait als een raket. Maar het is wel mooi weer. En het is wolk, dan weer dit, dan weer dat. Ik heb net een heel klein beetje regen gehad, maar nu schijnt de zon weer. Dus het komt allemaal goed. Ja. Enkel, ja, ik zit met mijn kopje te malen, hoor. Ja. Bijna de 25ste. Ik vind het niet leuk. Nee. Die dag mag voor mij voorbij gaan. Maar ja, wat doe je eraan? Lieve vrienden, geniet van alles. Doei, doei. Hallo, lieve vrienden. Een hele fijne avond. Het is nog maar vroeg, hoor, voor mij doen. Het is 14 minuten over 6. Ik heb de dieren allemaal binnen en ik heb mijn eten ook al voor mijn neus. En dan kun je je eigen afvragen. Zo vroeg? Dat voor jou? Ben ik voor jou niet gewend? Nee, klopt. Maar Chrissy die komt om 7 uur. Dus ja, dan wil ik even klaar zijn. Dan krijgen de beesten gewoon straks wel om 6:30. Maar dan heb ik het al op. Ja, bietjes met een rauw siepeltje en een gebakken siepeltje en een schouderkarbonade. En natuurlijk mijn wijntje en mijn koffie. Dat ik ga weer lekker smullen. Morgenochtend heb ik net doorgekregen. Om 10:30 wordt mijn liefhebbende neef, mijn lievelingsneefje, begraven. Dat weet jullie nog niet. Die is van de week overleden. Ja, die rotziekte kanker. Ja, dat 60 jaar is die geworden. Ik ben niet uitgenodigd, maar ik ga er wel heen. Ja, het is begrafenis en het is openbaar. Dus ik ga er wel heen. Laatste eer aan mijn neefie. Simpel zat. Wat zou ik mogen zeggen? Ik ben er. Punt. Ah, en dan kun je wel zeggen, je bent niet uitgenodigd. Nee, waren jullie uitgenodigd met het begrafenis van mijn moeder? Waren jullie er ook. Dus, doei! Maar ja, zo zit de familie aan onze kant in elkaar. Maar ik was met mijn neefje heel goed. En dat weten hun niet. Maar ze hoeven niet alles te weten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga lekker eten. En ik zie jullie straks nog wel eventjes. Tot straks! Hey Nancy. Nee. Wat meeuw. Wat meeuw. Wat meeuw. Ja, en we hadden hier ook bezoek van mijn surrogaatzusje. Hallo allemaal. Onze Chrissy dus. Toch lieve kijkbuiskinderen. Wat dat jullie weer zeggen. Oh, god, god, god. Ja. Oké, okay, ja. Ze wou dus alweer naar huis gaan, maar ik denk, ik vlog nog eventjes erop los. Ja, natuurlijk, maar stop hoor. Oké, oké, oké. Anders weekblad. Maar het was weer even gezellig. En zo is dat. En dat moet kunnen van tijd tot tijd, toch ja, niet? Ja, wel, toch? Ja. En daar ligt mijn hondje. He? En het grote licht in de tuindeur van de lamp. Ja, valt allemaal wel mee. He? Want ik heb hem op laag. Staat die kant op. Yo. Hé, meneertje. Ja, nou. Gemeen, hè? Wow, wat gemeen. Maar oké, okay, lieve vrienden, kom straks nog wel weer even retour. Dag, schat. Doei, doei. Dag allemaal, wel trusten voor straks.